En ook na al die tijd ze wat geld bijeen vergaart. Al zijn vrienden en zijn vrouw zei hij vaarwel. Maar het leven werd voor hem al gauw een hel. Hij was als arme Marokkaan vol hoop naar Nederland toe gegaan. Heel ver van huis en van zijn kinderen. Hij leed een vreselijk bestaan, want hij moest bedelen om een baan. En wist al gauw, hij was de mindere. Al die nare dingen hier begrijpt hij niet. Hij huilt de hele dag van heimwee en verdriet. Hij was als arme Marokkaan vol hoop naar Nederland toe gegaan. Heel ver van huis en van zijn kinderen. Op een dag werd hij op straat gemolesteerd, omdat men dacht dat hij een meisje had onteerd. En ze trapten hem toen zomaar in elkaar. Maar de dader was een knaap van 16 jaar. Hij was als arme Marokkaan vol hoop naar Nederland toe gegaan. Heel ver van huis en van zijn kinderen. Hij leed een vreselijk bestaan, want hij moest bedelen om een baan. En wist al gauw, hij was de mindere. Al die nare dingen hier begrijpt hij niet. Hij huilt de hele dag van heimwee en verdriet. Hij was als arme Marokkaan vol hoop naar Nederland toe gegaan. Heel ver van huis en van zijn kinderen.